Willem II gaat de eerste selectie komend seizoen terugbrengen van 25 naar 20 spelers. De club is aan het bezuinigen en ook het eerste team van de Tricolores ontkomt hier niet aan. Het is zo dat we volgend seizoen wat minder te besteden hebben. Dus wat zuiniger moeten zijn met het geven van contracten. En dat betekent dus dat we met een eerste instantie kleinere A-kernen gaan werken. Maar wel gericht proberen om het geld naar de basisspelers en naar de eerste wissels te zetten, zeg maar. Nou ja, goed, ik heb het liefst ook dat ik minimaal 24 mensen heb bij de eerste selectie. En dat ik ook nog heel wat contracten kan vergeven aan talentvolle jongens die dan in een belofteteam zitten. Alleen, ja, de situatie is bekend, denk ik. Hè. We hebben een 2 sowieso, maar in betaalde voetbal is het allemaal wat moeizamer.